Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol om democratie, stabiliteit, goed bestuur, economische ontwikkeling en groei te stimuleren. In dit kader hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, het initiatief genomen de Stichting Nationaal Waarnemersinstituut Suriname, SNWIS, op te richten. De stichting heeft als belangrijkste doelstelling een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en integriteit van de verkiezingen in het algemeen en het democratisch proces in het bijzonder. SNWIS is een onafhankelijk instituut en heeft geen relatie met politieke dan wel verkiezingsautoriteiten. Zij geeft invulling aan haar taakstelling door onder andere te waarnemen tijdens de algemene verkiezingen, alsmede het waarnemen van de verkiezing van de president en de vicepresident. Het instituut zal zorg dragen voor een informatiestroom naar relevante stakeholders, zoals de gemeenschap, politieke actoren, verkiezingsautoriteiten, internationale organisaties en diplomatieke missies.